Oh. Oh. Die boot. Welkom iedereen bij een nieuwe video van Roblox Theme Park Tycoon 2. Het is serieus een maand geleden dat ik voet heb gezet in mijn eigen park. En dat we überhaupt hebben gebouwd aan het park. Ik ben hier samen met Falcon. Hey. Hallo, hoe is het met je? Goed. Je hebt alweer je kleding gestreken, zie ik. En Loren. Je hebt Loren. Is dat Loren? Ja. Oh, oké. Okay. Nou, leuk dat jullie met z'n tweeën gaan. Dan moet je wel twee tickets kopen, hè, als entree ticket. Want ik kan niet zomaar, ik moet wel een beetje geld verdienen. Eén ticket online besteld, zal maar een tweede kopen. Ja, graag. Nou, we waren in ieder geval, we zijn al bezig geweest in een livestream op mijn Twitch-kanaal. twitch.tv/DaVinciDoGames. Ga zeker een keer checken, want we doen ook livestreamen in de Roblox Theme Park Tycoon. En we hebben dus samen gebouwd aan een nieuw themagebied achter in mijn park. En ik neem jullie graag even mee, want het wordt een mix tussen een soort, Inca, Mexico en een beetje tempelachtig. Het heeft een beetje drie van die stijlen in één. En je ziet al dat we gewoon een flinke waterachtbaan hier aan het neerzetten zijn. Het wordt een waterachtbaan met een gedeelte met een dikke splash en een rondvaartrit eigenlijk. En een stuk achtbaan en dat komt dan in dit gedeelte te staan. En wat we tot nu toe hebben gebouwd is echt, ja, dit hebben we in 2 uur gedaan. Het ziet er nu al fantastisch uit en het wordt nog mooier en beter en groter. Nou, daar gaan we dan. Oh, die rotsen moet ik nog eventjes schilderen. Dat is allemaal blauw, zo komt het binnen natuurlijk via de vrachtwagen. En hier hebben we al een beetje van die tekeningen. En hier moeten we een paar van die archeologen neerzetten. We hebben wat inspiratie gehaald uit de Chiapas uit Fantasialand. Dus we hebben ook op fotootjes een paar van die mooie eyecatchers van het park neergezet. En we bouwen niet alles precies na, maar wel wat gebouwtjes, zodat het wel geïnspireerd is. En nu krijgen we echt iets heel engs. En moeten we op tijd uitstappen, Falcon? Ik laat jou gewoon even deze rit maken, oké? Ja. Ben je er klaar voor? Kom, hou je vast, hè? Hou je vast. Oké, daar komt hij, hè? Kijk. Oh. Oh. Die boot. Ziet er zo super flauw uit ook. Prachtig, en daarom ploft hij, ja. Als je nu al de bootje ziet gaan zo, met die spikes, en dan dat je een paar van die rotsen laat hangen daar, en we gaan nog wat extra van die houten ondersteuning maken, en de achterkant wordt helemaal dichtgemaakt. Ja, dat ziet er zo fantastisch uit. Vanaf dit punt, hier, als je dan hier in de wachtrij staat, want hier ga je dan wachten natuurlijk, dit is zo fantastisch. Dit is heel gaaf. Ja, dit wordt echt iets heel moois. En dan op de achtergrond daar, waar dat bruin loopt, daar gaan we dan op een gegeven moment weer een optakeling maken naar boven. Met een mooie rots ook. Dus er komt een hoge berg. Een beetje stijl ook. En uiteindelijk aan de achterkant, daar zo, dan komt er een flinke drop. Maar er komt nog geen achtbaanstuk meer. Dat wordt echt daar gedaan. Bij de lift hill, bij die andere achtbaan. En hier komt echt een splash met misschien nog een kleine rondvaart door het water heen. En dan, dan is dit het idee van de attractie. Dus wil je zien hoe we dit gaan verder bouwen? Kom dan zeker een keer kijken op de livestreams. Vaak op de woensdag. Niet elke woensdag, maar wel vaak. En dan is Falcon er ook wel vaak bij. Gezellig, toch? Ja. Maar we zijn niet alleen maar met z'n tweetjes, we zijn met meerdere mensen, want we gaan namelijk kijken naar een waanzinnig project. Tijdens de livestream hebben we al een stukje gekeken van het park. Het is een gedeelte van Toverland en we hebben niet alles gezien, want we dachten we bewaren het voor de opname. Dat maakt het wel spontaner qua reactie. Ja, dit is zo waanzinnig. Dit is zo mooi. Het Toverland project eigenlijk, hè? Zo kan je het noemen. En dit is gemaakt door Thorsten Stoop. En dit hebben we al, als het goed is, een keer gezien in een video van Roblox. Dat heb ik al een keer opgenomen. Waarschijnlijk heeft hij het nog wel meer verbeterd. Want ja, qua details is het echt belachelijk mooi. Het ziet er zo waanzinnig uit. De boosterbike heeft hij hier ook gemaakt. Kijk dan ook wel naar de details. En dit is denk ik wel de Magische Vallei. Dat is denk ik wel mijn favoriete gebied in Toverland. Het oogt ook lekker ruim hier met die watervalletjes waar je dan onder kan staan. En hier dan een van de grootste watervallen van Nederland. En hier hebben we dan de dwervelwind. Heeft hij ook die dwervels? Oh, kijk nou! Fotootjes! Zo leuk! Ja, dat ziet er goed uit, zeg. Django River, ook het logo gebruikt natuurlijk. Maar als klap op de vuurpijl heeft hij dus ook het Avalon-gebied gemaakt. En ik zal dat eens even laten zien, want ja, dat zie je nu niet in het park, maar hij gaat dan dadelijk een aparte map inladen. Maar dat heeft hij gewoon in een ander gebied gemaakt, omdat het zo groot is. Ik zal het even vragen aan hem, wil je de Phoenix inladen? Dan kunnen we gelijk gaan kijken hoe dat eruit ziet. Tuurlijk, zegt hij. Het is echt een hoe noem je dat? Een sneak peek, want hij is nog
steeds bezig met het gebied. Falcon, het zag er waanzinnig uit, toch? Jij hebt het ook gezien, hè? Het beste Toverland-project wat ik ooit heb gezien. Ja, dat is echt niet normaal. Jij speelt het spel ook al meer dan 5 of 6 jaar, geloof ik. Hiernaast staat ook een waanzinnige achtbaan die we gewoon even moeten doen dadelijk. Die is echt waanzinnig. De indoor scène van Merlin's Quest heeft hij gebouwd. Ik weet niet of die af is, maar ik geloof het wel. En, dat is het wel, ja. Oké. Okay. Nou, daar zien we duidelijk dan, ja, het is natuurlijk de Phoenix, dat is duidelijk te zien. Nou, hier kan je dan instappen, zeg maar. Dit is sowieso de wachtrij, dan loop je hier verder. En dan zit hier die troll. Oh, dat heeft hij, wauw, dat is knap gedaan, zeg. Dat is gewoon met foto's heeft hij dat gemaakt. Want ja, die models, die heb je natuurlijk niet in de game zelf. Wat ik altijd zo mooi vind aan Merlin's Quest, als ik in Toverland ben, want ik krijg nu echt wel weer die Toverland-feeling, zeg maar. Dat is, als je dan in dat bootje zit en je gaat onder die brug door, dat je in één keer zo, wow, zo'n effect krijgt. Dat je die achtbaan ook ziet en ook een perfecte timing dat hij nu gewoon naar de lifthill gaat. Nee, maar dat is zo mooi en waanzinnig. Dat, ja, heerlijk. Ik vind het altijd fijn om gewoon minimaal twee keer als ik in Toverland ben, 2 keer te zitten in deze attractie. Ik vind het zo heerlijk rustgevend. Kijk, daar komt hij hoor. En ze hebben natuurlijk ook het indoor gedeelte hebben ze veranderd. Want sinds kort heb je ook geureffecten in de scène van Merlin. Waar die staat te koken, dan ruik je een beetje een soort van verbranding. Dus een soort, ja, alsof iets is aangebrand. Maar dat is het effect, omdat het dan, ja, de kookpot moet je eigenlijk ruiken die dan aanstaat voor de toverdrankjes. Dat is het idee erachter. Maar ja, weet je, en die achtbaan ook gewoon langs zien scheuren is geweldig. En vooral voor oudere mensen die misschien nog niet durven in die achtbaan, kunnen ze toch een beetje die achtbaan beleven op een, ja, een beetje een andere manier. Maar daar hebben ze goed over nagedacht. Dus als Toverland dit meer gaat doen met gewoon, ja, gebieden maken en zo'n niet per se een bootrit doorheen, maar misschien een leuke track ride. Ja, dan ben ik verkocht. Dat wordt geweldig. En natuurlijk ook een dark ride. Oh, dan Toverland over 10 jaar, dan hebben we zeker een dark ride. Wat denk jij, hoeveel jaar dat gaat duren, Falcon? Ik hoop 6, 7 jaar. Ja, ik hoop natuurlijk volgend jaar, maar dat gaat hem denk ik niet worden. Want ze willen eerst natuurlijk waarschijnlijk een hotel gaan plaatsen. En ze zijn bezig met plannen voor een, ik geloof, een camping en een vakantieparkje en zo erbij. Dus ze zijn echt meer aan het denken aan, ja, familieuitjes natuurlijk. En ik geef ze groot gelijk, want ze hebben nu een pop-up camping. En dat werkt prima, dat loopt ook gewoon heel goed. Nou, Falcon, ik ben benieuwd. Ben je wel eens in Toverland geweest trouwens? Ja. Oh, hoe vaak? 1 keer? 2 keer? 3, 4 keer. 3, 4 keer. En heb je het ook Phoenix gedaan? Nee. Wat? En deze attractie wel? Ja. Oh, waarom ben je niet in Phoenix gegaan dan? Was het te druk? Ik heb een kleine angst voor achtbanen. Oh, oké. Okay. Ja, dan kan ik het begrijpen, ja, zeker. Nou, dan moet je een beetje opbouwen, hè? Maar dat is lastig. Dat is moeilijk. Je moet eigenlijk een beetje klein beginnen en dan steeds verder gaan misschien, hè? Nou ja, moet niet, maar... Wervelwind is voor mij een toppertje, dus. Oh, daar ga je wel in? Ja. Oh, oké. Okay. Nou, daar gaan we dan. Oh, dit is wel heel mooi. Oh, wat doet dat licht een hoop in het spel, zeg. Wauw. We're about to open the passage door. Ja, zoiets zegt hij dan. Dit is heel gaaf. Ik wist niet dat je dat kan doen met de belichting, joh. Dit heeft zo'n soort fade-in, fade-out effect. Oh, die gordijntjes ook. Oh, dat vind ik ook heel knap gedaan. Dat gaat volgens mij ook niet standaard. Oh ja. Ja, daar staat die Merlin. En die boekjes ook. Hoe heeft hij dat dan gedaan? Sequencers. Oh ja. Oh, dit is heel mooi. En zijn die kaarsen ook aan het bewegen? Want normaal dan moet hier ook kaarsen zweven natuurlijk. Wel de flesjes daar in de verte, die bewegen wel natuurlijk. Nee, geen kaarsjes. Maar ik zie wel een paar van die lampjes. Dus dat, dit is geweldig. Dit is zo mooi ook. Heel gaaf gedaan. Dit is ook weer waanzinnig. En die boom... Die boom! Oh, maar dit... Hè? Dat is echt heel mooi. Maar dit is een foto, of... Ja, dat is een foto, maar dat leek net... Oh, dat was echt waanzinnig gedaan. Die is zo goed geplaatst. Wauw, dit is ongelooflijk. Ja, dit zit duidelijk in de buurt van het mooiste... De mooiste remake van Toverland ooit, echt. In Roblox dan. Ik kan niet wachten tot iemand dit misschien ooit wel eens in Planet Coaster gaat maken. Maar ja, wie weet... Dat iemand daar nog een keer aandacht aan wil schenken. Ik weet niet of deze scène af is. Want ik merk nog wel dat er een paar dingen missen hier zo. Een paar van die trolletjes, wat foto's. Maar het kan ook zijn, ja, volgens mij de rechterkant is ook nog niet helemaal klaar. Dus ik denk dat dit nog een beetje gedaan moet worden. Maar daar hebben we dan een van de laatste scènes. Met de vrouw die dan op een, ja, hoe heet zo'n ding nou? Heeft een naam. Ja, die zit op zo'n soort zo'n ding te spelen. Zo'n, och, hoe heet zo'n ding nou?
Een tokkel. Nee, hoe heet zo'n ding? Harp. Een harp, tuurlijk. Soms heb je wel eens, hè, dan kom je niet op zo'n woord. En dat is echt vreselijk, want dat ligt dan op je puntje van je tong. Hey, Superman, Janderman, kom even kijken. Wat is dit geweldig, zeg. Dit ziet er zo waanzinnig uit. Echt, dikke shout-out. En nu wil ik toch nog eventjes kijken naar die achtbaan die hiernaast staat. Want dat was echt een toppertje. Dat was echt, oh, ongelooflijk. Het is ook heel mooi dat hij die hekjes helemaal schuin heeft geplaatst. En we gaan wel lekker vooraan. Even kijken of dat gaat lukken. Ja, kijk. Ja, en deze setting is echt gewoon... Ja, het is nog niet af trouwens, hè. Dat zeg ik er even bij, want dat heeft de bouwer ook gezegd. Maar gaat die vogel nou niet van je schouder als we in die achtbaan zitten? Of? Ik heb haar goed getraind, dus het... Ze zou moeten blijven zitten. Oké, ook met lijm vastgezet? Superlijm, ja, of zo? Team lijm, ja. Ben je er klaar voor? Want er komen maar liefst 2 lanceringen in dit gevaarte. En het gaat zo verschrikkelijk vloeiend. Kijk, daar gaan we dan. Kijk, Jan staat ook lekker te kijken. Veel ripplezier. Dankjewel, Jan. Daar gaan we. Heerlijk geluidje ook, hè? En die zon ook, die schijnt ook weer prachtig hier over deze baan. Wat vind je nou van deze baan, Falcon? Lekker soepelbaantje. Ja, toch? Maar ik vind hem ook heel erg compact. Ik vind dat wel... Je moet wel een beetje durven om zoiets te maken. Kijk, en die verliest hij al een beetje de snelheid. Dan weet je gewoon dat die tweede lounge al op een mooie hoogte al begint. Langs dat station. Station mag inderdaad nog wel een beetje meer details krijgen, maar... De basis is gezet. En vooral de binnenkant van het station was al helemaal klaar, als ik het zo zag. Kijk, dan scheuren we even... Met een mooie bocht ook. Het is echt geweldig. Een hoop airtime momenten ook verspreid over de baan. En dan hier komen we bijna aan bij het einde van deze wilde rit. Echt geweldig. Ook 2 stations en ook die lampjes opgehangen, die kandelaren. En natuurlijk, naast Phoenix is ook Troy natuurlijk een fantastische baan. En we gaan hier via het portaal. En dan komen we even hier uit. Where did you came from? Ja, kijk dan. Oh, wat een werk, jongens. Ongelooflijk. Hier ga je naar binnen en dit is ook weer zo mooi in elkaar gezet. Ben je wel in Troy geweest? Nee. Ook niet, oké. Dus het, bij jou is er dan een grens van de achtbaan, ja, denk ik dan. Oké. Het is echt een grens voor mij. Oké, maar gaat het dan bij jou om de snelheid of gaat het om de hoogte? Of? Zowel de hoogte ook, ja. Oké, de hoogte, dat is een ding. En qua inversies, dat is ook mooi gedaan trouwens, dat moeras. Het lukte makkelijk. Oké, dus bij jou heb je ook hoogtevrees? Lichter, ja. Oh ja, ja, dat heb ik ook. Maar dat, in zo'n karretje is het toch anders of zo. Dan heb je toch meer het gevoel dat je soort van veilig zit. Of het is misschien dat ik het gewend ben of zo. Nou, het mooie aan deze achtbaan is dat hij inderdaad... hij gaat echt snel. En ook hoe hij hier door het station heen ramt, dat is ongelooflijk. Maar wat is nou de extreemste achtbaan waar je in bent geweest dan? Ik denk dat ik dan makkelijk de Typhoon kan zeggen. Oké. Ja, Typhoon in Bobbejaanland natuurlijk. Ja, dat was een heftige. Zou je daar dan snel nog een keer instappen? Of was het gewoon van, ik heb het 1 keer gedaan en nu niet meer, zeg maar? Voorlopig 1 keer. Misschien ooit een 2e keer, man. En je kwam er trillend uit of viel het mee? Ja, ik moest wel even drinken. Ja, snap ik. Ja, natuurlijk ook flinke optakeling recht omhoog. En dan ook nog meer dan recht naar beneden. En dan... Maar hij gaat wel soepel, hè, dat baantje. Ja, dat wel. Ja, dat is wel een voordeel. Ik denk, Baron heb jij nooit gedaan, denk ik ook. Ik denk dat je dat als instapmodel kan proberen. Ja. Ja, ik denk dat wel. En ik zou dan voor je hoogtevrees zou ik de 3e rij aanraden achteraan. Dat kan je makkelijk. Ja. Als jij Dwervel wint en als jij die al aan kan en je hebt in die Typhoon gezeten, dan is de Baron eigenlijk helemaal niks. Dan vind ik Typhoon misschien nog enger dan Baron, ja. Zal het misschien een van de volgende keren als ik er van meeneem. Ja, toch leuk, man. Nou, en geniet van het uitzicht, want deze achtbaan. Ik heb dit gewoon beklommen, hè. Ook ongelooflijk. Hier gewoon gestaan. Ook waar Jan staat heb ik ook gewoon gestaan in het echt. Hey, ben Jan. Ik wel weer jaloers op. Nou, wie weet gaan ze het ooit nog eens organiseren, zo'n tripje. Of hoe heet dat? Zo'n evenement. Ja. Dat was ook een tripje naar boven, hoor. Het voelde als een trip. Ah, dit is fantastisch, jongens. Wat een baan ook. Prachtig gedaan. Ook dat beton wat hier allemaal onder is gestort, het klopt allemaal. Zou dan hier ergens die foto moeten verschijnen? Of heeft hij die nog niet toegevoegd? Of komt die later na die bocht? Na het station pas. Ja, ik ben al lang geleden. Ik moet echt binnenkort weer gaan. Want ja, natuurlijk sowieso met de Halloweenperiode ga ik weer naar Toverland. Ik merk wel dat hij gaat snel, maar in het echt lijkt het alsof hij sneller gaat. Maar volgens mij gaan alle achtbanen ook een stuk langzamer. Gewoon standaard in Roblox. Ja. Ja. Ja, hè? Oh, ik vind het heerlijk. Ik vind het zo mooi gedaan. Het klopt ook gewoon 100%. En dat vind ik...
Ja, dat is echt ongelooflijk. Wat een werk. Ongeveer 50% van de support zelf is gemaakt. Oh, van deze baan? Ja. Wauw, oké, dat is echt gestoord. Gestoord veel werk. 50% heeft hij zelf gemaakt. Oh ja, hier ook zo. Oh, dat shopje ook. Oh, met onderrijdfoto's. Kijk nou. Gaan we ook Troy beklimmen of achter in Troy zitten? Goed, ben jou lang niet gezien. Hoe gaat het met heel gesprek hier ook? Dat is wel leuk. En droog ook. Oh, en zijn de paarden van Ithaca, zijn die ook gemaakt dan? Oh, natuurlijk. Het hele gebied. Ja, kijk hier zo. Dus de paarden van Ithaca. Oh, kijk nou. Oh, maar die paarden kan je wel gewoon in, toch? Ja, dat is die achtbaan natuurlijk. Oh, fantastisch. Wauw, ook dit paard natuurlijk even goed naar kijken, want die zit ook waanzinnig in elkaar. Heel weinig, nou, je ziet eigenlijk helemaal geen glitches door het object heen. Dat betekent dus dat hij dit zo goed op elkaar heeft neergezet. Dat is echt, nou ja, ik wil niet zeggen gestoord, maar het kost echt extreem veel tijd om dit te doen. Geloof me, wij zijn bezig met dat tempelgebied. Nou, dan is dit natuurlijk, hier ben je waarschijnlijk 3 uur mee bezig met het paard. Maar prachtig, echt heel mooi.